Mariët Mittendorf is donderdag beëdigd als burgemeester van de gemeente Heumen. Begin dit jaar werd ze al aangesteld als waarnemend burgemeester en de gemeenteraad besloot in februari van dit jaar Mittendorf voor te dragen voor de definitieve functie. Mittendorf is de eerste vrouwelijke burgemeester van de gemeente Heumen. Nou, ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig hoe deze dag eruit gaat zien. Want sommige dingen zijn voor mij nog geheim gehouden. Dus ik vind het wel een beetje spannend om te kijken van hoe gaat het. Ja, je krijgt op een gegeven moment een telefoontje. En dan is het de vraag Heumen. En nou, daar heb ik eerst eens even goed rondgekeken hier. En toen heb ik ja gezegd. Dus zo kwam ik hier. Ik was al eerder ergens de eerste vrouwelijke burgemeester. Dus in die zin is het niet ongewoon. En ik vind het ook eigenlijk heel gewoon dat mannen en vrouwen dezelfde functies hebben. Nou, ik was hier natuurlijk al een tijdje waarnemer. En ik hoop gewoon op deze manier door te gaan. Door goed naar de mensen te luisteren. En samen met de mensen plannen te maken. En ook te kijken hoe we die op de goede manier kunnen uitvoeren.